hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En ik zie er lijkblik uit. Want jongens, ik ben een week ziek geweest. Ik ben gewoon helemaal knock-out gegaan. Gewoon mijn hele neus kapot. Er zit wel een keer een beetje in te smeren. Dat het een beetje goed eruit ziet. Maar ik ben zo lijkblik in mijn gezicht. Ik ga zo maar even snel make-up op doen. Want ik heb vandaag opnames en afspraken. Moet ik mezelf een beetje opfrissen, anders zie ik er echt nog steeds heel ziek uit. Kijk het verschil tussen mijn arm en mijn gezicht. Ik ga gewoon heel veel bronzer op doen vandaag. Jongens, ik heb nu denk ik iets meer een kleur. Ik weet niet of het op beeld heel goed kan zien. Maar ik heb zelf bruin opgedaan. En ik ga nu even snel mijn make-up doen. Kijk hoe lief Lira ligt op mijn badjas. Hi baby. Hallo. Mijn nagels zijn zo vies, hè. Ik heb pas vrijdag een afspraak. Het is echt niet waarom ik het altijd zo ver laat komen. Het ziet er echt niet meer uit. Ik schaam me dood gewoon. Sorry voor de rare hoek. Maar ik kan mijn camera naast opzetten. Ik ben echt zo happy dat Jennifer Aniston eindelijk een Instagram page heeft. En ik vind het echt zo geweldig dat ze gewoon alle records gewoon heeft verbroken. Ze heeft nu echt, hoeveel volgers heeft ze nu? Ze heeft inmiddels alweer bijna 16 miljoen volgers. Moet je echt beseffen wat voor icoon ze eigenlijk is. Vooral natuurlijk omdat zij in een tijd doorbrak, zeg maar, waarin je dus helemaal nog geen internet had. En als je dan nog zo'n sensatie bent op internet nu, in deze tijd, vind ik echt, ja, dat zegt echt genoeg. Weet jullie nog dat ik een tijdje geleden een beautybox met jullie heb unboxed? En er zat dus deze Skin Tone Optimizer in. Deze. Van het merk Vita Liberata. En ik ben die vanaf toen blijven gebruiken. En ik gebruik die nu eigenlijk om een glowy skin te krijgen. In plaats van foundation. En het is echt zo fucking mooi. Ik vind echt dat hij een beetje zo'n J-Lo effect geeft. Verder. Oh, hij is ook echt zo lelijk. Niet normaal. Heb ik ook allemaal nieuwe Fenty Beauty spullen. Ik heb laatst van Nessie gekregen, maar ik had zelf ook nog besteld. En ik had deze highlighter besteld. Wat echt veel te donker is voor mij. Maar ik gebruik hem dus gewoon als bronzer op mijn gezicht. En het is fantastisch. Het bronzer opgedaan. Voor de rest zie ik vandaag Honey weer. Ik heb het heel afgesproken. Ik heb vandaag een afspraak in Utrecht en zij wil graag mee, want dat vindt ze gewoon leuk. We stoppen meestal onderweg om even langs de Starbucks te gaan. En dan een gesprekje in de auto. Een beetje quality time. Wat ik wel echt heel irritant begin te vinden onder mijn comments is dat mensen dus constant vragen naar mijn vriendschappen. Als ze iemand dus niet zien in mijn vlogs, dat het gelijk... Dat er gelijk iets achter wordt gezocht. Terwijl ik zeg maar totaal niet in de fase ben in mijn leven waarin ik zeg maar ruzie heb met mensen. Of... En dan vind ik het dus heel irritant. Als ik dan niet meer met iemand omga of iemand komt niet meer in beeld. Dat mensen dan gelijk denken dat ik dan ruzie heb met diegene. Ik ben sowieso nu op dit moment in mijn leven dat ik denk van... Ik heb gewoon wat meer tijd voor mezelf nodig. En ik hoef ook niet elke dag met vriendinnen te zijn. Ik heb daar gewoon oprecht geen behoefte aan. Maar ja... Goed, ik hoef ook niet op beeld te zeggen dat ik daar geen behoefte aan heb. Want dan komt het ook zo bot over. Zoals nu, vind ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik, zeg maar, ruzie heb met mensen. Nogmaals, ik heb geen ruzie met mensen. En ik heb het gevoel alsof mensen, zeg maar, ook sensatie opzoeken. Mensen gaan letterlijk kijken wie ik nog wel volg en niet volg. Om een beetje achter sensatie aan te gaan. Ik heb zelfs een paar mensen gehad die dan vriendinnen gaan DM'en of ze nog met mij omgaan. En ik weet niet echt wat erachter wordt gezocht, maar... Ik wil wel heel duidelijk zeggen dat ik niet de type persoon ben waar echt sensatie over te vinden is. Of ik hou me daar niet mee bezig. Ik ben gewoon op andere dingen. En ja, tuurlijk zien die mensen wel eens in mijn vlogs. En misschien na een tijdje niet meer. Het heeft vast zijn redenen. Maar nooit als reden dat ik met iemand ruzie heb. Want ik ben daar gewoon niet mee bezig op dit moment in mijn leven. En als jullie misschien iemand lange tijd niet in mijn vlog zien, dan kan het best wel zo zijn dat we gewoon misschien niet meer bij elkaar passen, uit elkaar gegroeid zijn. Gewoon heel normale redenen, maar absoluut geen ruzie. Alle mensen die jullie ooit in mijn vlogs hebben gezien, mijn vriendinnen vooral, dat zijn mensen die ik allemaal gewoon echt heel tof vind. Het zijn allemaal zeg maar gewoon vrouwen die gewoon lekker op zichzelf zijn,
gewoon lieve vrouwen, zorgzame vrouwen. En daar heb ik allemaal respect voor. En net wat ik daar, zeg maar, mee ruzie zou hebben. Of zo. Misschien zijn we het ergens niet mee eens. Misschien passen onze levens niet meer bij elkaar. Vriendinnen die jullie ook op dat moment zagen, tenminste alle vriendinnen die jullie in de vlog eigenlijk zagen, waren allemaal single. De meeste hebben nu allemaal gewoon een vriend. En je leven verandert dan ook, weet je wel. En that's it. Jullie hoeven daar zeg maar verder helemaal niks achter te zoeken. Mijn make-up is klaar. Ik zie er gelijk echt zoveel frisser uit. Niet normaal. Ik ga nu een video opnemen. Ik moet even wel maar even een andere trui aan doen. Mijn haar los doen en zo. Maar ik ga even een video opnemen. En ik ga deze adventkalender van Look Fantastic unboxen op mijn Insta-story. Ik wil het eigenlijk ook in deze vlog unboxen. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Want ik wil jullie er niet mee lastig vallen gelijk. Ik weet dat heel veel mensen het niet leuk vinden om te zien. Maar voor de liefhebbers. Dit is een adventkalender van Look Fantastic voor dit jaar. En dit is echt de meest gewilde adventkalender van over de hele wereld gewoon. En voor de liefhebbers. Ik zal deze unboxen aan het einde van deze vlog. Oh, ik ga nu opnemen. Ik heb jullie trouwens niet laten zien dat ik gewoon zilveren oorbel vandaag in heb. Want ik heb heel veel van die truitjes met van die ritjes. En de detail is zilver. Dus dan vind ik het veel mooier om een zilveren oorbel in te hebben. Ook al ben ik geen fan van zilver. Maar ik ga even de unboxing opnemen. Ik ben net klaar met mijn opnemen van mijn Insta-story. Ik ga even hier een beetje opruimen. Ik wil nog even met jullie delen dat mijn kortingscode Miriam nog steeds geldig is op de Nederlandse Look Fantastic site. De link is hieronder. En je kan nog steeds parfums, make-up, alles bestellen met mijn kortingscode voor 22% korting. En ik heb hier alvast van mijn Insta-story had ik al mijn favoriete producten hier neergelegd. En die wil ik nu even met jullie delen mochten jullie niet weten wat jullie zouden willen halen. Ik heb al mijn favorieten van Look Fantastic hier neergelegd. Je kunt dit allemaal halen met 22% korting met mijn naam Miriam. Als eerst deze YSL bronzer. Ziet er zo uit en die gebruik ik nu inmiddels dagelijks. Echt een topper. Verder wat ik vanochtend aan jullie liet zien. Voor de JLo Glow moet je echt deze gebruiken. Je kan niet goed lezen, maar je moet op Beauty Blur zoeken op een site en dan krijg je hem gelijk te zien. Dit is echt een van mijn favoriete producten. Ik gebruik momenteel NARS Foundation in de kleur Valauris. Die verkopen ze ook op Look Fantastic. En ik mix hem soms met deze van NYX. Het is ook echt een heel goed betaalbare foundation. Ik heb hem in de kleur Soft Beige. Voor de rest een lipgloss van MAC die ik momenteel gebruik. En die heet Obviously Bare. Ik heb echt meerdere favorieten nu hoor. Dit is een van mijn favorieten. Deze is voor de under eyes. Als je deze gebruikt krijg je echt zo'n Kim Kardashian effect. Kijk, het ziet er zo uit. Je krijgt echt zo'n bright effect ervan. Je moet maar een keer op YouTube zoeken op dit product. Het is een Hourglass product. En het heet Ambient Light. Lighting powder. Zoek hier maar eens op, dan weet je wat voor effect het geeft. Voor de rest mijn parfums die ik op het moment gebruik. C. Armani. En Narciso Rodriguez. Kijk, ik hem laat flikkeren. Echt zo zonde. Maar is één van mijn favorieten. Op een of andere manier blijft deze niet lang bij mij, maar bij iedereen wel. Maar dit is echt lekkerste geur ever. En dan hebben we hier de Urban Decay All Nighter setting spray. Deze werkt bij mij echt super goed. Voor de mensen die zeggen dat het niet werkt, maak een foto als je deze niet gebruikt. En maak een foto als je deze wel gebruikt aan het einde van de dag. En je zult het zien. Voor de rest mijn oogschaduwpaletten van Jasmine. Van de collectie van Aladdin met MAC. Je kunt alles van MAC trouwens ook halen op Look Fantastic. Dus score alles daarop met korting. Want het is zonde om de volle prijs te betalen. Volgens mij echt de dag van de pakketten. Want ik heb net een beautypakket binnengekregen. Ook van Look Fantastic. Echt toevallig net toen ik aan het opnemen was. En het blijkt gewoon voor Nessim te zijn. Ik ga helemaal stuk. Ik ben zo benieuwd. Nou, ik ga het gewoon open doen. Want ik kan echt niet wachten tot Nessim thuis is. Het is echt zwaar ook nog. Wat heeft hij gekregen? Kijk hoe deze erbij ligt. Pootjes, dat is schattig. Lekker weer mijn badjas aan. Ik heb net even lopen stofzuigen, want ik zag overal kattenhaar. Het is echt zo met huisdieren in huis. Huisdieren in huis, logisch. Met huisdieren heb je altijd haar in je huis. Ook al heb je in de ochtend al gestofzuigd. En je moet het in de middag gewoon weer doen, want ik
Ik word er helemaal gek van al het haar het overal zit. Je moet het echt heel goed bijhouden. En die bank die moet ik ook echt zo vaak schoonmaken. Dat is echt niet normaal. Ik heb van die speciale rollers. En van die speciale zuigers. Nee, maar het is echt... Oh, niet te doen met huisdieren. Ik moet zo over een uurtje weg. Oh, Dina slaapt zo schattig. Kijk, één keer... Oh, dat is niet normaal. Ik wou zeggen, ik denk dat ik voor nu even een heerlijke bord pasta voor mezelf ga maken. Gewoon vegetarisch. Lekker met tomaatjes. Pittig. Knoflook? Nee, misschien niet. Ik heb straks nog een afspraak. Binnen een uurtje even een pasta maken. Het wordt echt heel simpel. Ik weet niet of het lekker wordt. Maar ik heb er chili in. Knoflook. Tomaat, paprika. Ik heb geen ui thuis. Want ik wil eigenlijk ui gebruiken. En zwarte peper, zout, Italiaanse kruiden, sesamix spice en deze tomatensaus met basilicum. Zo, mijn heerlijke, pittige vegetarische pasta. Ik ga lekker vegetarisch eten, want Nessie is vandaag niet thuis. Maar hij ziet er gewoon ook al pittig uit. Ik ga branden, denk ik. Zo, ik heb me even snel omgekleed. Ik had nog een andere outfit aan voordat ik wegging. Ik heb lekker een sportieve outfit aan. Ik heb zo'n sweater van Champion. Het is niet zo langer, zeg maar. Het is best wel een crop sweater. En daaronder mijn Adidas legging en schoenen. Ik ga nu vertrekken, want ik moet even Honey ophalen. Zo, ik ben inmiddels bij Honey. En het is gewoon letterlijk 7 uur en het is gewoon pikdonker. Niet normaal. Dat is gewoon niet normaal. Het is echt donker. Het wordt weer echt heel snel weer donker. Waar ik echt heel erg van baal. Want dan heb je weer kortere dagen. Maar ik ga nu even Honey ophalen. Dan gaan we richting Utrecht. Ik heb nog niet uitgelegd wat we gaan doen. Ik heb daar dus weer afspraak bij Mason de Bel. En ik ga weer even botox in mijn kaken doen. En dat doe ik eigenlijk vooral tegen kaakklemmen. Ik heb het eerder gedaan. Het heeft heel lang gewerkt. Dat ik nu pas zeg maar weer voel dat ik aan het kaakklemmen ben. En ik denk echt dat het meer dan een half jaar terug is dat ik het voor het laatst heb gedaan in mijn kaken. Maar ik ben er echt zo tevreden over. Dat ik het nog een keer ga doen. Dan heb ik eindelijk weer een beetje rust. Hallo. Hoe is het meer? Honey's back. Hey, ik ga weer filmen. Oh, maar we zien. Wij zijn net klaar in Utrecht. We gaan richting de auto. Lekker weer richting Rotterdam. We hebben een lekker koffietje ook gehad bij Starbucks. We hebben bananencake gehad. We hebben carrot cake een beetje geproefd. We hebben pumpkin cake een beetje geproefd. We hebben alles geproefd. Echt, hè? Wij zijn nu bij Witte de Wit. Het is hier echt te donker. We gaan even een hapje doen hier. Nessie komt straks thuis en dan ga ik gewoon richting huis. Maar ik ga even nu even chillen met hon. Ik heb haar ook heel lang niet gezien. Toen is ze niet echt gechilled of zo. Nee. Nog lang geleden, ja. Maar ja, we hebben ook heel veel gekletst in de auto. We hebben heel veel bijgekletst. Zo, ik heb gegeten bij Bazaar. Ik heb een lamstoofpotje gehad met rijst. Ik vond het niet heel erg lekker, maar gewoon wel te doen. Mijn buik zit vol. Gelukkig. Ik ben nu thuis en ik ga deze even unboxen met jullie. Zo. Zo, dat is veel beter. Dit is de adventkalender van Look Fantastics. Een van de populairste van het jaar en van de hele wereld. Het is een hele populaire adventkalender omdat er echt heel veel waarde in zit. Namelijk €550 zit hierin. Maar je krijgt hem voor €89. Er zit hier dus echt heel veel waarde in. Je krijgt hem gewoon voor veel goedkoop. Je krijgt eigenlijk bijna €400 voordeel. Hij ziet er van binnen zo uit. Hij heeft 25 vakjes. Normaal gesproken hebben ze bij de adventkalender maar 24, dus je krijgt 1 bonus ervan. Ik wil vandaag een paar met jullie openen. En ik heb vandaag eigenlijk op mijn Insta-story al gedaan, maar ik wil het toch op mijn vlog ook doen. Want dan hebben jullie ook een beetje een idee hoe het eruit ziet, mochten jullie mijn Insta-stories niet hebben gezien. Ik ben begonnen toen met nummer 1, dat ga ik hier ook doen. Nummer 1 is één van mijn favorieten. Er zit namelijk een Morphe palette in. Als jullie dat horen op achtergrond, dan is dat mijn kat. Dit is de Morphe Palette Always Golden. Hij ziet er zo uit. Echt een heel mooie palet. Dit zijn eigenlijk echt de kleuren die ik dagelijks gebruik. En hier heb je een heel mooie gouden kleur. Best wel een populair merk als het om oogschaduwpaletten gaat.
Dus daar ben ik heel erg blij mee. Je hebt trouwens in ieder vakje een kaartje met een nummer erop. En op de achterkant heb je uitleg over de producten. En hier staat bijvoorbeeld van... Hier staat bijvoorbeeld dat het om een palet gaat waarmee je een mooie smoky eyes kunt creëren. Een neutrale eyeshadow palet. 9A palet heet die. Next gaan we nummer 4 openen. En in nummer 4 zitten er 2 make-up borsteltjes. Het zijn 2 borsteltjes van het merk Luxie. En die zijn eigenlijk om je oogschaduw mee te blenden. Dus het is perfect bij nummer 1, bij het paletje. Dan hebben we nummer 6. In nummer 6 zit er een heel mooie lipliner van Illa Mascua. Het is een heel mooie nude kleurtje. En het leek heel erg op een lippotlood die ik vandaag op had. Nummer 7. En in nummer 7 is er een product van Rituals. Van de collectie Ayurveda. Waar ben ik echt een heel erg fan van. Want ik heb vorig jaar een cadeautje gekregen van een vriendin. En dat was van deze collectie. Ik vond het echt een heel lekkere geur. Maar ik heb dit product nog niet uitgeprobeerd. Het is namelijk een olie voor je haar en voor je lichaam. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Een haarolie van Rituals. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. Dus ben hier echt benieuwd naar. Trouwens, ik wil nummer 5 ook heel graag met jullie openen. Want het is echt een van mijn favorieten. Het is best wel een groot product wat hierin zit. Het is namelijk een dagcreme van Elemis. En het is echt een heel populair product. Vooral in Engeland. En het is ook best wel een prijzig product. Vooral geschikt voor de vrouwen met fijne lijntjes. Dus ik ga hier echt mee starten. Want ik heb hier echt zoveel goede verhalen over gehoord. En dan is dit het laatste product dat ik ga unboxen voor jullie. Het laatste vakje, namelijk nummertje 25. Best wel een groot vakje. Daar zit namelijk dit product in. En ik vind het echt een heel mooi product. Ik hou van bronzy producten als het om make-up gaat en accessoires. Dit is een product van Omorovisa. Echt een moeilijke naam. Queen of Hungary Mist. Het is dus een mist en hij ruikt super lekker. Ik heb mijn botox gehad om mijn kaken, dus ik ga even niet op mijn gezicht spuiten. Hij ruikt super lekker. Ik heb hem vanmiddag al uitgeprobeerd. Maar ik vond hem dus echt een beetje naar Marokko ruiken. En hij doet me een beetje denken aan rozenwater. Echt een heel, heel, heel fijne geur. Voor zover deze adventkalender eigenlijk. Ik ga verder niet met jullie unboxen. Ik wil niet alles spoilen. Maar deze box kun je nou bestellen via de link onder in mijn video. En kan je deze dus scoren voor 89 euro in plaats van 550 euro. En krijg je dus eigenlijk 400 euro voordeel. Echt heel veel leuke producten erin. Echt een aanrader voor vrouwen die echt van beauty houden, van skincare houden. En het leuk vinden om gewoon eigenlijk een beetje cadeautjes voor zichzelf uit te pakken. En het is echt, 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 echt de prijs waard. Want ik denk, heel veel mensen denken van, oh mijn god, 89 euro voor zo'n box. Maar er zit echt gewoon heel veel in en... Dingen die je dagelijks ook gewoon kan gebruiken. Dus niet alleen maar make-up zeg maar gewoon alles wat je dagelijks leven ook zou kunnen gebruiken als het om beauty gaat. Voor de rest, ben jij echt een adventkalender fan? Dan hebben we nu ook, ik weet niet of die nog verkrijgbaar is, want die gaat echt super snel. Deze gaat ook echt super snel. Wordt verwacht dat die in november, begin november al is uitverkocht. Want deze is in Engeland vooral echt super populair. Maar mocht je een andere adventkalender willen, dan raad ik jullie echt de adventkalender aan van MAC. Want zij hebben nu een adventkalender met 24 producten voor volgens mij rond de 150 euro. Nu denk je van wat de fuck, 150 euro fucking duur. Maar het zijn 24 producten van MAC. Heb je ooit 24 producten van MAC gekocht voor 150 euro? Die zal ik ook hieronder linken. Helaas heb ik hier geen kortingscode op. Maar mijn kortingscode Miriam geldt nog op alle producten op lookfantastic.nl. Alle make-up, alle parfums geldt nog wel mijn kortingscode op van 22%. Maar op de adventkalenders niet. Dus ik zal alles hieronder netjes voor jullie linken. En dan kun je er naar kijken. Oh, ik ga nu een beetje opruimen voordat Nessim thuis is. En mijn pyjama aandoen. En een koffertje zetten waar ik echt heel veel zin in heb. Dat is voor nu even de planning. En ik kan niet wachten om mijn BH uit te doen. Hahaha, too much information. Maar dat is echt mijn favoriete moment van de dag. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe trui? Love it. Voor de dagen waarop ik niet weet wat ik aan moet doen. Ik vind dit soort truitjes dan helemaal geweldig.
En ik denk dat ik echt nog 20 Adidas broeken wil kopen. Dat is echt zo ideaal als ik niet weet wat ik aan moet doen en even snel naar de winkel of zo moet. Trainingsbroeken, joggers en zo zijn echt ideaal. Nessie is thuis! Hij is echt moe. Kapot. Dat is het dan. Ik ben ook moe. Wij vloggen echt nooit in bed. Oh, wij zijn moe. Wij zijn moe. Ja, een drukke dag gehad vandaag, jongens.